Vandaag wil ik stilstaan bij een hele belangrijke vraag. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. En dat is lijden. Emotioneel lijden. Pijn lijden. Met de lange ei. De vraag is, waarom lijden we eigenlijk? Wat is de grondslag van dat lijden? En om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik stilstaan bij iets dat we allemaal kunnen ervaren. En dat noemen we bewustzijn. Je kunt je bewust zijn van de klank van mijn stem. En tegelijkertijd kun je bewust zijn dat je naar een scherm staat. En je kunt je bewust zijn als je op een stoel zit van het contact dat je maakt met die stoel. En hoe die stoel je ondersteunt. En als je voeten op de grond rusten, kun je ook bewust zijn van het contact dat je voeten maken met de vloer. Kortom, er is in jou een bewustzijn die zich bewust kan zijn van de dingen om je heen, de dingen die je kunt ervaren. We zijn immers sensorische wezens. Wezens die via onze zintuigen de wereld om ons heen ervaren. En je kunt je natuurlijk nu al afvragen, waar gaat dit heen? En wat heeft dit te maken met lijden? Laten we daar nu op ingaan. Dat bewustzijn heeft een behoefte aan houvast. Aan een ankerpunt. Want in de wereld zijn er heel veel onzekerheden. En dus heeft je brein behoefte aan een identiteit. Om te weten van wie ben ik? Waar sta ik? Waar hoor ik thuis? En vanuit die zoektocht ontstaat in jezelf een geïsoleerd zelf. Dat jij jezelf geïsoleerd gaat zien van mij. Dat je geïsoleerd gaat zien van de wereld om je heen. En dat heeft ermee te maken dat je brein heeft behoefte aan woorden en beelden. Je brein begrijpt de wereld in woorden en beelden. En woorden en beelden zijn niets anders dan dingen die we bedenken, concepten, die er eigenlijk niet zijn, maar die ons helpen om de wereld om ons heen te begrijpen. En zo vormt je brein dus ook een identiteit van jezelf. Dus wie je denkt dat je bent. En daarin zit een risico. Want op het moment dat je vanuit je bewustzijn in die geïsoleerde zelf stapt en je gaat identificeren met iets van jezelf, ontstaat tegelijkertijd een bewustzijn van anders zijn dan een ander. En dan ontstaat er dus een vergelijking met anderen. En omdat je in die wereld leeft van onzekerheid, kan dat ook het gevoel van angst voeden. En dat gevoel van angst, gecombineerd met die ervaring van je geïsoleerde zelf, die anders is dan anderen, die combinatie kan ertoe leiden dat je steeds meer behoefte hebt om je te onderscheiden van die ander, zodat je ergens weer zekerheid gaat ervaren. Laat ik het wat concreter maken door stil te staan bij hoe geven wij nou betekenis aan waar dit leven om draait? Hoe vinden we nou eigenlijk relevantie in het leven dat we leven? En om het eenvoudig te houden zou je kunnen zeggen, er zijn drie manieren waarop je betekenis kunt vinden. Dat het leven ingevuld wordt. Als eerste is er de manier waarbij je zegt van, ik geef betekenis. Vanuit mijn positie bepaal ik zelf mijn weg waar ik naartoe wil. Dat je vanuit macht en vanuit construeren de wereld naar je hand wil zetten. Zodanig dat die wereld voorziet in jouw behoeften. En dan kijk je dus naar de wereld vanuit je eigen perspectief. Jij bepaalt wat betekenis heeft. En daarin zit een risico. Namelijk op het moment dat je dat doet, dan ga je dus dingen opleggen, omdat jij vindt dat het zo dient te zijn. En op het moment dat het dus niet gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan, dan ontstaat automatisch lijden. Dan ontstaat automatisch stress. Tweede vorm van invulling geven aan je leven, is dat je zegt, anderen geven mij betekenis. Ik ben er voor de ander. Ik zorg voor die anderen. Ik ben continu gericht op de behoeften van die ander. En ik draag verantwoordelijkheid voor die ander. En ik zorg voor die ander. En ik zorg ervoor dat die ander tevreden is over mij. En je blik is naar buiten gericht. En het is het tegenovergestelde van die eerste vorm van betekenisgeving. De eerste vorm is, ik geef betekenis, ik bepaal hoe het gaat. De tweede vorm is, anderen bepalen hoe het voor mij gaat, hoe mijn leven ingevuld is. En ook daar zit een vorm van lijden in. Op het moment dat je in een staat van zijn komt, waarbij je
continu bezig bent om je af te vragen wat anderen van jou verwachten en of je het eigenlijk wel goed genoeg doet, dan ontstaat lijden. En dan is er nog de derde vorm van invulling geven aan je leven. En dat is de vorm waarbij je zegt, wij bepalen samen betekenis. We doen het samen. En in die vorm, die laatste vorm, daarin sluit je aan bij iets dat we allemaal hebben. En dat is onze sociale betrokkenheid. De behoefte om ergens bij te horen. We zijn sociale wezens. Dus als je het vanuit we doen het samen invulling geeft aan je leven, dan krijg je dus een identiteit in het samen doen met die ander. En dan kijk je dus niet naar de verschillen tussen elkaar, maar je kijkt naar de overeenkomsten. Kijk, het voordeel van we doen het samen is dat je iets vindt in je leven dat we allemaal zoeken. En dat is dat we ergens bij horen en dat we ons niet alleen voelen. Niet eenzaam en alleen voelen. Dat we dus betekenis vinden in het samen doen. En als je kijkt naar de wereld van nu, de wereld van materialisme, de wereld van digitalisering en de wereld van prestatiegerichtheid, dan zou je kunnen zeggen in die cultuur van die wereld zit per definitie het mechanisme om ons te isoleren van elkaar en om ons te gaan vergelijken met een ander. En op het moment dat dat gebeurt, werken we dus in die wereld tegen die kracht in die we eigenlijk nodig hebben om ons te verbinden. En er is een manier, er is een eenvoudige manier om dat te bereiken, om die verbinding te leggen. En daarvoor kun je 4 dingen doen. Allereerst heeft dat te maken met waar je aandacht op richt. Op het moment dat je aandacht is gericht op het hier en nu, in dit moment, dan kun je bewust worden van wat in dit moment je aandacht nodig heeft. Op het moment dat je aandacht gaat naar het verleden, van wat er anders had moeten zijn, of de aandacht gaat naar de toekomst, van wat je vreest dat er aankomt, dan ben je dus niet in het hier en nu. En alleen in het hier en nu kun je in dat bewustzijn van jezelf zijn, zodat je je bewust bent van dit moment en ook even afstand kunt nemen. Afstand kunt nemen van de identificatie die je misschien herkent in jezelf. Het tweede dat je nodig hebt is acceptatie. Acceptatie dat dingen zijn zoals ze zijn, dat die ander is zoals het is, dat jij bent waar je nu bent en dat je dat kunt accepteren. Dat je daar niet tegen gaat strijden. En dat je vanuit die houding van acceptatie kijkt wat de volgende stap is. Het derde dat je kunt doen, dat heeft te maken met waar je je affectie op richt, je emoties. Op het moment dat je bezig bent met vanuit je geïsoleerde zelf om iets op te leggen, of dat je continu bezig bent met wat verwachten die anderen van mij, dan liggen emoties als angst, boosheid, frustratie, irritatie, schuld, schaamte en verdriet op de loer. Die emoties horen bij een geïsoleerd zelf. Op het moment dat je je verbindt met anderen, dan kan het alleen maar vanuit empathie, vanuit compassie, dat je ook het lijden ziet van de ander, en vanuit gelijkwaardigheid. Dus wat van jou verwacht wordt, als je uit dat geïsoleerde zelf wil stappen en het lijden wil beëindigen, dan dien je dus in die affectie je aandacht te richten op die positieve emoties. Die zorgen voor verbinding met een ander. En het vierde dat je kunt doen, dat heeft te maken met dankbaarheid. Het waarderen van wat er nu is. Dat je kunt waarderen waar je bent. Dat je andere mensen kunt waarderen om wie ze zijn. En als je dus die 4 dingen doet, je richt je aandacht op het nu. Je richt je emoties op empathie, compassie en je gaat uit van gelijkwaardigheid. Je aanvaardt zoals het nu is. Je accepteert zoals het nu is en dat is je uitgangspunt. En je staat stil bij waar je dankbaar voor kunt zijn op dit moment. Dan zul je merken dat je vanuit die houding uit je geïsoleerde zelf stapt en dat je je verbonden gaat voelen met andere mensen, omdat je gaat zien dat we gelijk zijn. Dat we gelijkwaardig zijn en dat we gelijk zijn. Dat we allemaal op dezelfde weg ons begeven
waarin we op zoek zijn naar betekenis. En op het moment dat we die betekenis samen vormgeven, dan ontstaat een verbinding en dan ontstaat blijdschap. En dan ontstaat ontspanning. En dan verdwijnt het lijden en dan maakt dat ruimte voor je veilig, comfortabel en ontspannen voelen. En dat is heel gezond. Daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. Laat me weten wat je ervan vindt. Je kunt je natuurlijk abonneren op dit kanaal en ik zie je echt heel graag bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!